Danstra Reizen toont u een film om uw kennis te laten maken met een fietstocht langs drie rivieren in Steiermark. Door het hier en daar heuvelachtige karakter is de tocht ideaal voor e-biker. Maar ook de gewone sportieve fietser zal veel plezier aan deze tocht beleven. U reist in 2 dagen via een overnachting in Zuid-Duitsland naar uw eerste hotel in het Oostenrijkse Steiermarken. De eerste etappe starten we in Flachauwinkel op ongeveer 1000 meter hoogte. Het startpunt ligt op de parkeerplaats bij een gondel die de bergen ingaat. Na de parkeerplaats volgt het fietspad de weg als een gescheiden pad dat heuvelachtig en overwegend dalend is. U volgt de rivier de Enns, die nog maar een onbeduidend riviertje is. Dit fietspad wordt veel gefietst door toeristen en inheemsen. Een wat groter dorp is Flachau, vooral bekend als wintersportplaats. Voorbij Flachau wordt het dal breder en vlakker. Het eindpunt van deze etappe ligt in het oude stadje Radstad. De tweede fietsdag beginnen we waar we gisteren eindigden en we volgen weer de rivier de Enns. Het fietspad volgt slingerende rivier en wordt niet gebruikt door autoverkeer. Zo nu en dan wisselt de route van rivierzijde en doorkruist mooie dorpjes. Na een lange en langzame klim heeft u een mooi uitzicht op de omgeving. Wir kommen aus der Steiermark, dem grünen Herz von Österreich. Wir machen heute Musik mit Schwung. Das hält die Herzen sich. Zo hier en daar is de fietsroute een greppelpad en eindigt in de buurt van Moosheim. Jetzt laden wir euch alle ein. De derde fietsdag volgen we een tijd lang de spoorlijn met een prachtig uitzicht op het Hooggebergte en in diverse dorpjes is wel gelegenheid voor de lunch. Es ist ein schönes Land mit seinen Bergen und Seen. De tocht gaat verder en we wisselen weer van rivier op. Sonnigen Höhen. Und darum kommt mit uns in unser schönes Heimatland. Es ist die Steiermark, als grünes Herz bekannt.
Bij Aitning kunt u besluiten het centrum in te gaan en de route gaat dan verder door het natuurpark de Kalkalpen. Und darum kommt mit uns in unser schönes Heimatland. Es ist die Steiermark, alles Grünes hat's bekannt. De rivier de Enns heeft al flinke afmetingen aangenomen en baant zich een weg door het gebergte. Vandaag starten we route 4 die in St. Pancras begint. De eerste 15 kilometer is een nieuw fietspad dat in mei 2019 is geopend. We volgen de rivier de Steyr. Een gedeelte van deze route volgt de route van een stilgelegde spoorlijn die geasfalteerd is. Het dalings- en hellingspercentage is laag en dus gemakkelijk te fietsen. Onderweg zijn een paar plaatsen waar je een mooi uitzicht hebt op de diepe kloof die de rivier de Ems heeft uitgeslepen in het landschap. We volgen nog steeds het oude tracé van het oude spoorlijn. Vanaf het dorpje Kruunberg is de spoorlijn nog intact. In de weekenden rijdt tussen Kruunberg en de stad Steyr een toeristisch stoomtreintje. U fietst verder in de richting van de stad Steyr en volgt een greppelpad door het bos. Het eindpunt vandaag is het hotel aan de rand van de stad Steyr. We beginnen in het dorpje Tenberg en volgen een stuk van de benedenloop van de rivier de Ems. Even ten zuiden van de stad Steyr ligt het stadje Karsten, waar in de 12e eeuw een klooster werd gesticht door de Benedictijnen.
Bij het klooster behoorde barokke Maria Hemelvaartkerk. En dit gebouw behoort tot de mooiste kerk van Oostenrijk uit de hoogbaroktijd. De gobelins komen uit Nederland. We vervolgen weer de route naar de stad Steyr. U rijdt door het centrum van de stad, waar u kunt genieten van de prachtige architectuur. En het stadsplein is een van de mooiste van Oostenrijk. We verlaten Steyr weer in oostelijke richting. Het landschap is nu veel vlakker en we komen nu al in de buurt van het Donaudal. In het stadje Enns wordt u vandaag opgehaald. Alweer de laatste etappe vandaag en we volgen een gedeelte van de rivier de Krems, een zijrivier van de Traun. U rijdt door een echt landbouwgebied met grote vierkante boerderijen. De boerderijen doen me denken aan de gesloten hoeves die wij kennen in Zuid-Limburg. Zo nu en dan volgen we weer een spoorlijn. We passeren het stadje Kremsmünster. Ook hier staat een klooster met een mooie kerk.
Aan het einde van deze dagtocht gaat u met de bus huiswaarts om eerst te overnachten in het zuiden van Duitsland en de volgende dag rijden we weer naar Nederland. Vanwege het heuvelachtige karakter is deze fietsreis uitermate geschikt voor e-bike. Maar ook de sportieve fietser zal veel plezier aan deze tocht beleven. We wensen u een mooie reis toe.